Kimra Morgonik is door Logeion benoemd tot actief lid van het jaar. Voorzitter Ron van der Jacht huldigde haar op het podium tijdens het Logeion Live XL openingsevent. Waarom heb ik gewonnen? Nou, ik denk er zijn heel veel mensen die zich inzetten voor het vak. Maar ik denk juist die jongere generatie is heel erg belangrijk. En natuurlijk met Logeion Young Professionals zijn we ons keihard aan het inzetten om ook die naamsbekendheid van Logeion te vergroten onder studenten en starters. Het is de tweede keer dat het bestuur van Logeion het actief lid van het jaar benoemt. Met deze prijs zet de beroepsorganisatie de vrijwilligers in het zonnetje. Ik denk dat zij gewoon super enthousiast is, heel veel energie heeft en dat ook over weet te dragen op andere mensen. En zij is een persoon die heel veel nieuwe jongeren, nieuwe leden op die manier kan aantrekken. Wat zeker ook helpt bij het promoten van Logeion onder die jongere generatie. Dus zeker dat innerlijke motivatie en die passie voor het vak tonen. Kimra ontvangt voor haar inzet een waardebon van €1250. Daarmee kan ze naar eigen keuze workshops en coaching volgen via Frankwatching. Dit is een videonieuwsbericht in samenwerking met Logeion.